Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 3 hier in Monaco. Heb jij de vorige aflevering in Spanje gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan recht moet het i'tje, klik daarop natuurlijk die aflevering verschijnen. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F2021 Career Mode content. We zijn bijna bij de 100 abonnees, dus laten we dat aantal gewoon aantikken. Dus ben je nieuw, abonneer dan voor meer. Schakel ook een lekker belletje aan als je er een enkele aflevering van mij mist. Volg me ook even op sociale media, mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Ik ga gewoon lekker door met de kwalificatie op het moeilijkste circuit van de kalender. We zijn inmiddels aanbeland bij de kwalificatie. Kijken of we misschien door kunnen komen naar Q2. Maar ik ben er bang voor, omdat wij nooit goed presteren in Monaco. Eerste bocht nemen we gewoon goed. Net niet die vangrail geraakt. Dus het is hier allemaal heel close. Iets te wijd. Terwijl Lundgaard de snelste tijd laat noteren. Klein beetje op die curbstone. Dat heeft voor het moment overstuur gezorgd. We zijn dan bij de laatste bocht. Die nemen we uitstekend. DRS geopend. En dat brengt ons naar een P7 voor Lundgaard met een 1.12.3. We gaan onze laatste run alweer in Monaco. Die eerste bocht nemen wij niet zo goed, namen we hem te wijd. Daardoor is onze exit wat minder dan onze eerste run. Raken daar net niet die muur, wel de curbstones. 3/10 ongeveer onder onze eigen tijd, boven onze eigen tijd. Dus dat moeten we goed zien te maken. In de eerste sector zal het in ieder geval niet gebeuren. We weten ons wel in sector 2 en sector 3. Daar zijn we dan nu aanbeland bij die sector. P21 is het. Ziet er daar iets te ver door. We missen daar dus onze apex bij de laatste bocht ook. Verpest onze exit en dat gaat ons wat tijd verliezen. Maar we noteren een P20. De uitslag van Q1. Verstappen het snelste. Op 64.000 van Lando Norris en wij dus naar een P20. Sorry, een P21 zelfs. Lundgaard pakt ons naar een P20. Dus we starten vanaf de ene laatste plek op dit moeilijke baan. Kijken of we misschien een positie kunnen winnen. Ik verwacht niet naar de punten te kunnen rijden. Maar goed, we geven nooit op. Daar gaan we dan voor carrière. Aflevering 3 van F2021. My Team Career Mode. Nelson Piquet once said that driving the Circuit de Monaco was like riding a bicycle around your living room. And it's not hard to see what he means by that. There's no more prestigious a Grand Prix victory than Monaco, but also none so challenging. The prestigious Circuit de Monaco then, it's not all that dissimilar today to the layout that made its debut almost a century ago. It's 2 miles and 19 corners through the streets of Monte Carlo, and although the average lap speed of around 93 miles per hour is the lowest of the season, the tiny margins for error make it the natural habitat of the safety car. And as always, a man with plenty of racing experience joins me in the commentary box. Today it's Anthony Davidson. Tell me, Ant, you're no stranger to surviving the melee of turn one. So how do you keep out of trouble when there's so much going on around you? Well, the throttle goes both ways, Crofty. You've got to have the discipline not to try and win the race on the first lap. So always be prepared to lift early and give those around you more space. Trying to be the last of the late breakers with half a dozen cars around you may pay off from time to time, but it's also a great way to lose your front wing. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. Valtteri Bottas lines up on pole position, and Lewis Hamilton completes the front row. Moving on to the rest of the grid, we have Verstappen, Perez, Daniel Ricciardo, and Norris, Leclerc, Sainz, Gasly and Sebastian Vettel, Tsunoda, Stroll, Fernando Alonso and Ocon, Raikkonen, Mick Schumacher, George Russell and Antonio Giovinazzi, Mazepin, Lundgaard, the Professor and Nicholas Latifi. It's almost time for those 5 red lights to go out. Then let's see who can prevail today. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 3 hier in Monaco. We starten vanaf P21. De lampen gaan aan voor de grote prijs.
en te zijn uit en we zijn onderweg en komen beter weg dan Lundgaard, beter weg dan Mazepin. We kunnen hier nergens naartoe, want we zitten gewoon opgesloten tussen die twee. We kunnen hier een betere exit pakken bij bocht nummer 1. Dat lukt naar de heuvel op en dat is gelukt. Ik zag wel dat de start op automatisch stond. Gek, want normaal doe ik die op manual, maar dat is dus blijkbaar gereset. Dus dat moet voor de volgende wedstrijd moet dat even worden goed gezet. We maken er een dive bomb naar George Russell toe. En dat is P18. Hier is het dan even file rijden. Omdat hier dan niet kan worden ingehaald. Giovinazzi rijdt ook op die harde band. We hebben wat last van onderstuur. En momenten overstuur. Dus daar moeten wij goed voor oppassen. Er was weer een momentje bij de tunnel, maar dat is niets ernstig. Hopen dat het niet vaker gebeurt. We zitten in ronde nummer 2 van de wedstrijd als het gat naar Giovinazzi inmiddels is opgelopen naar 2,3 seconden. Ja, Monaco is niet mijn favoriete circuit. We maken een klein foutje en daar is Russell dan aan die binnenkant. Is hij er voorbij? Oh, dat gaat maar net goed. Weer wielbengen met de Brit. Russell zit aan die buitenkant, maar wij remmen laat, schieten daar gewoon door. En daar zat Russell nog aan die binnenkant, maar we lieten hem niet leven. We zijn nog steeds op P18 in ronde nummer 2. Dat gat naar Giovinazzi is inmiddels opgelopen naar 4,5 seconden. Monaco is niet mijn beste circuit om op te rijden. Waarom? Ik haat het circuit. Ik kan nauwelijks fouten maken. Ik maak nogal fouten in career mode. En ja, ik speel met de controller en dat is in Monaco gewoon niet te doen. We verbeteren ons wel. Dat is goed om te zien. We zitten in ronde nummer 6 van de wedstrijd. Russell zit nog steeds achter ons. Dat gat is 3/10. Inmiddels is het opgelopen naar 5/10. Dus dat is goed om te zien. Klein beetje te wijd bij die bocht. Ook een momentje overstuur. Russell kijkt misschien. Maar hij kan hier niet aanvallen omdat dit Monaco is. En dat gat naar Giovinazzi is inmiddels opgelopen naar 10,8 seconden. Dat is enorm groot. Weer een moment overstuur op de exit. Maar Russell kan niet aanvallen. Een P18 daar teken ik voor. Want we kwamen vanaf P21. Iets te wijd, net niet die vangrail geraakt. Klein momentje overstuur op de exit. We zitten in ronde nummer 7 van de wedstrijd. We zitten een klein beetje door. En Russell zit aan die binnenkant. Lukt dat? Dat lukt niet, want we remmen extreem laat. Parkeren hem gewoon bij Russell aan die binnenkant. En er is een nieuwe strategie beschikbaar. En die hebben we dus ook bevestigd. We gaan dus naar binnen. In ronde nummer 7 van de wedstrijd. Ik denk vanwege een nieuwe neus, want die hebben wij beschadigd geraakt. Ja, een nieuwe neus voor ons, dus dat gaat extra lang duren. Stop van ongeveer 7 seconden. zelfs. Dus we komen weer op P22 terug de baan op. Nog één stop te gaan. En we zitten pas in ronde nummer 8 van de wedstrijd. Dus we moeten nog een heel eind. Nog 31 rondes te gaan, maar het gat naar Lundgaard is 19,4 seconden. Lundgaard is inmiddels ook gestopt. Die stopte een paar rondes voor mij. En heeft dus ons geundercut. Oh, moment! We hebben een flink moment. En dat betekent dat de leiders ons hebben gepasseerd. We hadden een momentje overstuur. Oh, jezus, Lando Norris knalt vol tegen ons aan. Ook Perez knalt tegen ons aan. Blauwe vlaggen is dat. En die moeten wij voorbij zien te laten. We gaan hier gewoon in Mirabeau volledig van de baan. Komen daar ook Norris weer tegen. En moeten hier in de chicanes bijna gaan stilstaan. Het is hier oh zo lastig met blauwe vlaggen. Maar dit heb ik een beetje klunzig uitgepakt. En nu blokkeren wij gewoon Vettel. Terwijl we daar weer een momentje hebben. En Stroll blokkeerden wij. Gewoon,
We zijn de auto gewoon steeds kwijt. We hebben steeds momenten onderstuur. En dit is niet al te best. We moeten gewoon heel lang wachten totdat de Alfa Romeo's zijn gepasseerd. En nu kunnen wij ons weer gaan rechtzetten. Maar dit is extreem lastig. En het gat naar Lundgaard is inmiddels opgelopen tot een minuut. Er is een incident op track, resulting in loose debris. Fortunately, the marshals have managed to clear. Oh, weer een moment. Ja, het is weer feest. Een derde keer een momentje van ons. De voorvleugel is beschadigd. Drie keer een scheepsrecht. We hebben gewoon pech in Monaco en moeten dus naar binnen voor een nieuwe neus. Dit is gewoon extreem jammer. Want we waren zo goed bezig. Raken daar gewoon weer volledig de muur. Krijgen daar blauwe vlaggen. Dus moeten hier voor aan de kant. Dat is voor George Russell. En Russell moet er even oppassen dat hij niet zijn voorvleugel beschadigt. En die beschadigt hij wel. Russell zijn voorvleugel beschadigt. En wij moeten dus naar binnen voor een nieuwe neus en een nieuwe set banden in ronde nummer 9 pas van de wedstrijd. Hierna zijn nog 29 rondes te gaan. En dan moeten we kijken of we dit vol kunnen houden. We gaan dus weer naar de medium banden. Flink rook. Groen, groen, groen. En we gaan weer racen. Ja, in de pitlane dan. Oké, stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross over into the... Er is geen witte lijn, Jeff. Alleen maar een gele lijn. We zijn dus weer terug de baan op. Achter George Russell. Ja, voor George Russell. Maar in positie rijden we steeds het laatste. Want dat gat naar Russell is een minuut. Dat bedraagt de achterstand op George. We zitten in ronde nummer 10 nog steeds. Wow, ja, dat is weer een moment. Weer een momentje op de curbzone. Weer blauwe vlaggen. Weer een voorvleugel beschadigd. We moeten daar even oppassen. Oh, oh, de pitlane, de pitlane. Juist. En Bottas moet ook naar binnen voor een nieuwe neus. Omdat hij ons tegenkwam. En wij dus weer naar binnen voor een nieuwe neus. Poging 2. Met een nieuwe neus rijden. Gaat dus beginnen. We gaan dus naar de softbanden. Volgens mij hebben we tot nu toe alle bandensets gebruikt. Hard, medium, soft. In die volgorde. We hebben gewoon een ronde achterstand op George Russell. Dat is gewoon heel pijnlijk. Maar nu kunnen we misschien wel met het gedrang mee. Maar daar is Ocon voor ons. Die rijdt op P7. En we hebben verse set softbanden. Maar we moeten nog 28 rondes te gaan. Dus dat bedraagt nog een hele hoop. En hopelijk kunnen wij dat volhouden. We zijn in ieder geval een stuk sneller dan Esteban Ocon. Dat weet ik wel. Maar we mogen niet inhalen vanwege die blauwe vlaggen. Blauwe vlaggen voor wie? Ja, Ocon, want die hebben we namelijk juist ingehaald. Ocon is er nog niet. En we rijden nu naar Fernando Alonso toe, die op P6 rijdt. Dan laat ik hier Ocon gewoon mooi voorbij. En, oh, we moeten daar even opletten. Hebben we er iets beschadigd? Niet dat ik weet. Ja, nu hebben we dus wel iets beschadigd. En, oh, helaas de muur geraakt. Dat betekent einde wedstrijd. Einde wedstrijd voor ons na een opmerkelijk incident. We hadden eerst de muur geraakt en daardoor verloor ik gewoon alle grip. Ik stuurde eigenlijk ook, ja, ik wou insturen, maar ja, de banden blokkeerden. Hier is dus het eerste moment. Paf, daar is dan de muur. Dan wil ik daar insturen en dat is helaas mislukt. Dat betekent dat wij een nul score hebben voor het eerst in F21-21 My Team Career Mode. Halen wij de finish niet. Dat is zuur. Dat is heel erg zuur. En ik denk dat Christian Lundgaard niet in de punten is gefinished. Dus dat betekent dat wij Monaco gaan verlaten met een dramatisch gevoel. Helaas, helaas. They've done it then. They've won here in Monaco with an emphatic performance and a victory they can be proud of for years to come. Anthony Davidson, what helped them deliver this result, do you think? Well, time management probably played quite a large role in the outcome of this one. As ever, it's not just about speed, it's all about maintaining that speed consistently over a stint, over a race distance. So being able to keep up the lap times while still being smooth on the controls and gentle on the tyres
That's really where the race was won today. Red Bull are our winners today after showcasing some incredible driving. There's been a huge push from them lately to stay competitive with the other teams, and they're certainly proving themselves. Max Verstappen wint, net als in real life, de grote prijs van Monaco. Hamilton naar P2, Bottas naar P3, pakt als snelste race van de punt. Perez naar 4, Ricciardo naar 5, Leclerc naar 6, Lundgaard naar 17. Giovinazzi krijgt driver of the day. Mick Schumacher naar P14, dat doet hij goed. Hamilton en Verstappen staan gelijk in het klassement. Red Bull en Mercedes knokken voor de constructeurskampioenschap. En wij zijn gezakt naar P9, want Alfa Romeo heeft ons ingehaald. Nog steeds 0 punten voor ons, dus dat moet misschien een keer gaan veranderen. Maar goed, deze aflevering zit er alweer op, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt. Heb jij genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan en vertel me waarom je het niet leuk vond. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F2021 gameplay content zoals Breaking Point en Might and Career Mode. Schakel ook gelijk het belletje als je geen enkele aflevering van mij mist. Volg me ook even op sociale media en mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Dit was het journaal, mensen. Tot de volgende keer bij F2021. Gaan we verder met Breaking Point en Might and Career Mode.